Jij bent een liefhebber van oude klassieke auto's. Hoe is dat zo gekomen? Van mijn vader van vroeger uit. Als jongen gingen we altijd samen sleutelen aan de auto's. Zo is het eigenlijk overgebracht. Zo zijn we bij deze auto's gekomen. Ja, en is dat niet een ontzettend dure hobby? Ja, het is een ontzettend dure hobby. Maar als liefhebber zijn heb ik dat er ook zeker voor over. Die onderdelen van die auto's, is dat niet heel moeilijk te verkrijgen? Ja, dat is ontzettend lastig te verkrijgen. Vaak is het nieuw old stock spul. Dus dat zijn onderdelen die op de plank hebben gelegen. Nou, die zijn vaak al wat ouder en verstikt qua rubbers en zo. Daarbij wordt ook imitatie onderdelen gemaakt. Die zijn vaak niet kwalitatief heel goed. Dus ja, het is wel lastig om aan onderdelen te komen, maar wat we hebben gebruiken we. Hoe kom je aan die auto's? Ja, zo nu en dan staan ze online op het internet. En dan wat er staat, dat probeer ik te kopen. Mits ik ruimte over heb natuurlijk. Ja, want die auto's, daar sleutel je niet alleen hier bij je huis aan, maar ook in een werkplaats? Ja, we hebben een werkplaatje. Althans, een vriend van ons die heeft een werkplaats. En daar maken we wel eens gebruik van. En daar doen we samen dit soort auto's opknappen. En we rijden ook samen rallies in het historisch kampioenschap. Wat houdt dat in dan, zo'n historisch kampioenschap? Het historisch kampioenschap houdt in dat er voornamelijk klassieke auto's meerijden. En in het kampioenschap gaat het niet zozeer om de snelste tijden rijden, maar gewoon meer de fun. En wel proberen zo goed mogelijk over te komen, dat je auto nog heel is aan het eind. Ja, nee, dat natuurlijk wel. Ja. Maar de funfactor, dat is leidend. Ja, en zijn er vaak van dat soort rallies in Nederland? In Nederland is het historisch kampioenschap dus. En er zijn ongeveer zo'n 7 à 8 rallies op jaarbasis. En daarbij zijn er nog een aantal rallies in Duitsland die we rijden. En misschien het Belgisch kampioenschap ook nog wel. Ja. En... Ben je alles een beetje hoog geëindigd? Ja, ik heb niet zo heel veel geluk gehad vorig jaar. Ik ben al 2 rallies uitgevallen. Beide keren is de motor kapot gelopen. De eerste rally heb ik een klapper op het onverhard gemaakt. Daardoor is mijn radiateur gescheurd. En dat heb ik niet doorgehaald. En toen is me de motor kapot gelopen. Juist. En ja, dat repareren. Hoe lang ben je nou bezig om zo'n auto die je dan koopt of die je dan ergens op de kop tikt, om die dan weer aan de praat te krijgen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat ik koop. De ene keer is het een goede auto, de andere keer is het een opknapper of zoals een sloper. Maar normaliter is dat 4-5 weken. Probeer ik hem weer aan de praat te hebben. Ja. Ja, want je doet ook een opleiding in die richting? Nee, ik doe een technische opleiding, werktuigbouwkunde. Dus dat heeft niet heel veel met auto's uit te staan. Maar werktuigbouwkunde, dat ligt mij iets meer dan autotechniek. Ja. Maar ja, jouw liefhebberij, dat je dat soort dingen dan toch gaat opknappen en iets mee gaat doen, dat zit gewoon in jou? Ja, dat zit in mij. Ik vind het heel leuk om te doen als hobby. En misschien dat ik mijn werktuig nog van ga maken. Maar ik ga eerst een aantal jaar voor de baas aan de gang.